Ik wil vandaag eerst eventjes goed aanwerken dat Tess Blondie eerst mooi naar de ontspanning kan rijden. En dat we daaruit een stukje aanspanning op kunnen zoeken. En ik vind het altijd moeilijk om van tevoren een doel te stellen. Omdat ik echt wil weten hoe het paard zich op dat moment voelt. En natuurlijk ook de ruiter. En hoe het op dat moment gaat. En dat we daarop verder breien in plaats van dat we een doel stellen van we willen vandaag bijvoorbeeld wijken. Of een bepaalde oefening van een proef doen. En dat het eigenlijk niet gaat zoals we het liefst hebben. En dat we dan er dus eigenlijk niet aan toekomen. Dus ik wil elke dag eigenlijk wel gewoon altijd een beetje blanco erin gaan. Kijken hoe het gaat en dan kijken hoe ver we komen en waar we aan toekomen. Poetsen. Mooi meeveren, hè? Vanuit je schouderbladen. Zo, ja. Goed, zo. Let op dat ze net niet het neusje naar binnen toe heeft. Zo, ja. Linker teugel, linkerbeen. Dat ze niet naar buiten toe valt, hè? Ja, corrigeer maar, corrigeer maar. En je mag best met je hand richting geven, maar niet door je arm te blokkeren, hè? Ellebogen mooi aan je zij houden, je duim bovenop. Kijk, ja, daar. En dan kijken of je hem laag en lengte erin kan krijgen. Zo, daar. Ellebogen aan je zij houden. En zorg dat je schouders los zijn, dat je handen daar soepel kunnen blijven. Zo. Vlug met je been zijn. Ja, goed zo. Vlug met je been. Ja, hou je been eraan. Hou je been eraan totdat ze je daar begrijpt. Goed zo. Dat is meteen heel mooi, Tess. Schouders mooi los. Je duim blijft bovenop. Zodat je ellebogen aan je zij blijven. En dan voelen of je energie vanuit het achterbeen van haar krijgt. Goed zo. Opvangen je zit. En toch die... Ja, ja. Goed zo. Goed zo. Dichter bovenop zitten. Dichter bovenop zitten. Schouders corrigeren. Ja, ja. En dan weer een keer zeggen achterbenen. Net opletten dat het neusje niet steeds naar links gaat. Ja. Dus als je een keer inknijpt, mag dat eigenlijk niet langer dan 3 seconden duren. En tuurlijk zoekt ze steun aan jou, want ze heeft liever dat jij haar gewicht draagt dan dat ze dat zelf doet. Dat is een stuk makkelijker. Daarom moet je zelf heel slim, handig en snel zijn. En het liefst als je wat doet, dat je dat dan met 2 teugels met evenveel druk doet, hè? En lekker zitten, lekker zitten. Die achterbenen naar voren, die achterbenen naar voren. Goed. Daar. En jij probeert echt in balans op jezelf te zitten en te voelen wat heeft zij nu nodig. Achterbeen naar voren. Niet de hals korter maken, hè? Eens kijken. Kun jij een heel klein beetje de galop verruimen? En na de galop weer een heel klein beetje meer verzamelen, hè? Eigenlijk noemen we dat. Dat is een groot woord, maar dat hij een beetje terugkomt zonder dat hij sloom wordt. Daaruit weer verruimen. En ook hier voel jij, hè? Je hebt wel druk. Het is niet strak en het is niet los. Constante gelijke verbinding. Goed zo. Geeft niks. Oh, doet ze ook gewoon wat ze het moeilijk vindt, hè? Zo, ja. Goed zo, keurig. Heel goed, ja. En hieruit rijden naar de stap. Goed zo. Helemaal zo in de stap rollen. Ja, en dan meteen die... Ja, goed gevoeld. Dat je in de stap dat kunt houden, hè. Dat wij ook weer kunnen zien dat echt die achterbenen lange passen naar voren zetten. Dat ze dus heel die spieren in die rug oprekt. En dat is niet makkelijk. Maar jij bent wel haar personal trainer die aan haar gaat vragen. Nou, kom maar meid, probeer het maar. Zo, ja. Hartstikke goed, Tess. Dus let heel goed op, even ook om bij jezelf te voelen, hè. Dat je niet te veel denkt, ik moet die neus naar me toe. Doe zelf maar eens je kin zo naar je borst. Wat doet je onderrug dan? Zeg, hol maken. Hol, hè. En we willen juist dat die rug bol wordt. Dit is niet lekker. Maar zo gaan we het best even volhouden om hier te staan. Dit ga ik ook geen uur volhouden. Dat gaat zeer doen. Lekker stappen zo. Bedankt voor de les. Nou hoi, het is woensdag hier. Vanaf Blondie haar rug. Oh, Blondie, niet wild worden. Tess heeft nog een klein beetje last van haar stuitje. Dus ik begin Blondie sowieso vandaag eventjes. En dan kijken we even hoe het gaat. Of ik haar zelf nog eventjes doorrijd. Of dat Tess ook nog heel eventjes opstapt. Maandag, dus 2 dagjes geleden, heb ik Blondie ook gereden. Maandag is altijd mijn dag om Blondie te trainen. Er viel me op dat in het begin Blondie het moeilijk vindt om echt goed... Oh, nu gaat hij echt op hol. Oh, mijn meisje. Oh. Dat ze er een klein beetje moeite mee heeft om echt goed tussen mijn hulpen te blijven. Dus dat ze een klein beetje op zoek is naar... ja, een uitweg is denk ik een groot woord, maar dat ze een beetje op zoek is om... Net het voor zichzelf makkelijk te maken. En ik wil natuurlijk graag dat ze recht en op eigen benen is. En dat ze dan ook ietsje sneller reageert op mijn hulp. Wat ik dan heel erg hier merk is, ik geef wel benen, ze reageert wel iets. Maar eigenlijk niet
op de manier zoals ik zou willen. Ik zou heel graag willen dat als ik aanvul met mijn been, dat ik dan iets meer een voorwaartse reactie van haar terugkrijg. Dus dat ze niet alleen sneller gaat stappen, maar dat ze meer met haar lichaam gaat stappen. Als ik merk dat ze een beetje gaat haasten, ga ik zelf iets in een rustigere beweging zitten. Kijk ik of ik een beetje wat naar buiten kan wijken, naar binnen kan wijken. Om haar ergens nog een beetje meer braaf, dat ze een beetje dribbelen. Denk ze dat ook makkelijker is. Oh meisje. Om eigenlijk zo in dat wijken haar steeds een beetje losser te maken. En wijken is natuurlijk groot woord. Hè? Ik doe haar steeds een beetje wegdrukken voor mijn been. En wil ik dat ze daarin braaf, niet dus gehaaster wordt of sneller. Maar dat ze de pas groter maakt. En daardoor dus ook meer ruggebruik krijgt. Nou, dat gebruiken dat krijgen we niet voor elkaar door te wachten totdat dat vanzelf komt. Dat moeten wij een beetje maken. Wij willen natuurlijk graag dat een paard goed kan gaan presteren. En dan zullen we toch dingen van ze verwachten wat ze zelf misschien af en toe moeilijk vinden. Of waar ze spierpijn van kunnen krijgen. Dus wat ik nu heel erg merk met Blondie is dat ze denk ik een beetje op zo'n punt zit. Waarbij ze het zelf moeilijk vindt. En daardoor dus ietsje uitweg aan het zoeken is. Een paard werkt niet met het systeem dat ze er vandaag geen zin in hebben. Een paard doet iets omdat het lichaam iets aangeeft. Dus als het lichaam aangeeft dat ze pijn hebben, zullen ze bijvoorbeeld stout zijn. Of als ze het moeilijk vinden, dan zullen ze niet helemaal de gewenste reactie geven die we van ze vragen. Dus dat gaan wij natuurlijk oplossen door heel veel verschillende dingen van ze te vragen. Door eigenlijk een beetje slimmer te zijn. Door ze veel werk en oefeningen te geven, hoop je uiteindelijk dat ze meer met de gedachten bij het werk komen. In plaats van met de gedachten bij wat ze moeilijk vinden. Nou, heel heel lang verhaal. Maar omdat ik toch in dat verhaal lekker bezig ben geweest met verlengen en verkorten van de passen. En het zijwaarts drukken van de rug. Zien we toch nu een andere stap ontstaan. Ze wil iets meer de hals laten zakken. En dat is niet omdat ik haar daar heel erg naartoe dwing. Maar omdat ik echt haar achterbenen steeds vraag of ze die meer naar voren wil plaatsen. Daardoor krijg ik meer energie in mijn hand. Als ik merk dat ik been geef en ik krijg geen energie in mijn hand. Dan plaatst ze dus het achterbeen niet genoeg naar voren. Dus dan stapt ze niet genoeg door naar voren. Doorstappen is iets anders dan snel stappen. Doorstappen is groot stappen. Dus dat de passen groter worden. Nou, die energie krijg ik dan in mijn hand. Die zorg ik dat die met mijn teugels, dat ik die in ieder geval recht heb. En dan dat ik daar kijk of ik die mondhoek soepel maak of houd. En dat ze daaruit natuurlijk die rug op wil bollen en die hals wil laten zakken of vallen. Goed zo, lesje. Nou, voor. En je zult het ook in je zit gaan voelen. Als een paard groter gaat stappen, dan komt er meer beweging in jouw beweging ook, zeg maar. Dus dan voel je dat je zelf in je onderlichaam of in je onderrug een grotere beweging moet maken om het zadel te volgen. Goed zo, meisje. Een Blondie heeft ook een makkelijkere en een moeilijkere kant. Linksom is voor haar makkelijker dan rechtsom. Nou, hier ook voel ik dat ze eigenlijk wel, die hals heeft ze dan wel goed. Maar dat ik eigenlijk met mijn been voel dat er te weinig reactie op komt. Niet zozeer reactie dat ik wil dat die harder gaat. Maar dat ze eigenlijk daar een beetje stijf blijft. Dus als ik iets wil, haar iets opzij wil drukken van mijn been. Dat ik daar nagenoeg geen tot weinig reactie op krijg. Braaf meisje. Als ik een keer met mijn vinger inknijp en los. Is dat niet omdat ik haar los wil maken. Maar eigenlijk omdat ik haar geen steun wil geven. Dus als zij iets stram wil zijn aan één mondhoek. Dan laat ik daar juist een keer wat losser. Om dus tegen haar te zeggen, hey, niet zo aan te trekken. Dan geef ik daarop volgend meteen been. Om te zeggen, doe het in je lijf. Doe het niet in je mond. Of niet in je hals of je nek of je kaken. Ook op de lange zijde voel ik hoeveel zij zich buigen. Dat is dus voor haar het makkelijkst. Dan wil ik iets zoeken wat voor haar minder makkelijk is. Goed zo, meisje. En ik probeer dus niet te focussen op van
En misschien loopt ze nog wel niet perfect nagevelijk. Maar ik probeer me wel heel erg te focussen op wat gebeurt er in haar lichaam. Wat doet haar lichaam? Want als dat lichaam voor elkaar is, dan komt die hals bijna altijd vanzelf. Goed zo. Als een paard in staat is of wordt gemaakt om zijn eigen lichaam te dragen en dat los te laten, dan zal er eigenlijk bijna geen elk paard zijn die graag met zijn hoofd in de lucht loopt. Dus ik vind het echt belangrijker als ik rij dat een paard zijn lichaam op de goede manier gebruikt in plaats van dat hij perfect aan de teugel is. Want het kan ook wel eens zo zijn dat als je paard weinig balans heeft, dat hij zijn hoofd dan op een bepaalde manier moet houden om zijn lichaam in balans te houden. Dat als hij bijvoorbeeld in een zijgang het heel moeilijk vindt, dat hij ietsje omhoog komt met zijn hoofd. Niet om jou te plagen, maar dat hij daar dan voelt dat hij meer balans heeft in zijn lijf. Goed zo, meisje. Goed zo. Goed zo, meisje. Laat je even een rondje hals trekken. Even ook om te kijken of de ontspanning er zit. En dat ik daarna wel weer kijk of de aanspanning er ook zit. Want in de aanspanning, die kan ervoor gaan zorgen dat haar rug sterk genoeg wordt. Opletten. Opletten. En waardoor ze dus zelf ook kracht ontwikkelt. Nou, dan voel ik zo in de galop dat ze ietsje opspant. Daarbij voel ik ook dat als ik been geef, dat ze eerder een beetje boos kijkt en met haar staartje zwiept. In plaats van dat ze haar lichaam gebruikt. Goed zo. Dus dat is waar eerst mijn focus ligt. Luistert ze naar mijn been. Dus niet alleen als ik been geef dat we harder gaan. Ik probeer niet haar hals in een houding te krijgen of te dwingen. Die wil ik dat ze die zelf zoekt. Dus dat ze die echt zoekt. Goed zo, meisje. Vanuit de kracht in haar eigen lijf. Is natuurlijk ook in de galop. Kost het heel veel kracht om zelf daar los en in balans te blijven. Dus als je een paard een keer in de draf valt, straf hem daar niet voor af. Dat is gewoon nog missende kracht. Dus galop je gewoon weer opnieuw aan. Ik doe dat net zo vaak. Totdat je paard zelf de kracht heeft om dit te kunnen doen. Goed zo. Brice, ben ik alleen maar blij mee. Het is dat er een beetje vrijheid in de luchtwegen komt. Een beetje losgelatenheid. Goed zo. Goed zo, meisje. Nou, dat die overgang galop-draf nog niet helemaal mooi is. En die draf-galop, dat heeft er alles mee te maken met de kracht en haar balans. Nou, kijk ik weer even of ik ook de ontspanning in de buurt heb. Ik wil constant weten of het aanwezig is. Goed, een meisje. Binnenbeen hangt. Dus dat voelt, nou ja, eigenlijk is het meer voel dat ze niet loslaat in de rechterkaak. Dus dan vraag ik mezelf af, is ze eigenlijk wel om mijn rechterbeen? Goed zo. Nou, dan doen ze misschien een beetje harder. Opvang in me zit. Ik wil niet dat ze harder gaat. Dat ze losser in haar lijf laat. Goed zo, meisje. Opletten. 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 Zo. Zo'n aangalop hier vanuit de stap. Dat is ook gewoon een hele goede oefening voor je paard om van hem te vragen. Hé, weet je eigenlijk wel op? Ben je eigenlijk wel aan mijn been? Goed zo, meisje. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat het genoeg is zo voor vandaag. Blondie heeft hartstikke haar best gedaan. Oh, mijn meisje. Nou, Tess die ging zojuist draven. En toen was Blondie licht onregelmatig. Kreupel is een groot woord, maar licht onregelmatig.
We hebben meteen eventjes de peesbeschermers afgedaan. Goed met onze beide handen. Ik zal het even demonstreren. Ja, heel goed. Goed met onze beide handen. Braaf meisje. De benen afgevoeld. Echt vanaf de knie tot naar beneden. Om te voelen of we warmteverschil hebben. Nou, die is er nagenoeg niet. Altijd belangrijk om even de hoefjes te voelen. En daarna om even goed, en daar heb ik van die lekkere lange nagels voor, om te kijken of we een gevoeligheid hebben op de pezen. En die is er eigenlijk ook niet. Als hij valt op links voor, dan zit de gevoeligheid in rechts voor. Nee. Rechts is, maar dan moeten we wel echt heel kritisch zijn en zeuren. Rechts is ietsje warmverschil, maar dat mag bijna geen naam hebben. Nou, als ik nu rechtervoor zit, heb ik wel het idee dat die iets dikker is. Ja, als je kijkt. Klein beetje, ja. Als je zeg maar zo fysiek kijkt. Het warmteverschil wat we hebben. Is ook daar. Dat zit eerder bovenin. Dan onderin. Als onderin. Maar we hebben natuurlijk, om even te zeggen wat we allemaal hebben gecontroleerd. Natuurlijk ook even de hoefjes uitgekrabd. Om te kijken of daar niets in zit. En ook met de hoefkrabber even plat. Even een paar keer goed erop getikt. Als een paard daar gevoelig op reageert, dan kan het bijvoorbeeld een hoefzweer zijn. Daar was ze niet gevoelig op. Dus ja, het kleine beetje warmteverschil zit ietsje in de knie. Dus misschien heeft ze vastgelegen of toevallig net geslapen. Dat ze misschien daar een beetje knel heeft gelegen. Dat kan. Dus Tess doet vandaag even lekker stappen en goed koelen. En dan kijken we gewoon morgen weer even. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag en het is echt heel vroeg. We kunnen wel zien dat de zomer eraan komt, want het is inmiddels licht genoeg. Het is 6:15. Dus zoals jullie gisteren gehoord hebben, heeft Blondie kreupel. Niet heel erg, maar wel iets. En ook de knie is ietsje dik. Dus hierachter, kijk of ik dat kan vinden daar, loopt de blonde pony met Tessa voor schooltijd. Want ze moet even 20 minuten stappen en daarna 20 minuten koelen. Dat is eigenlijk waar we altijd mee beginnen als eentje kreupel is. Is gewoon stappen, koelen. En als het dan na het weekend niet over is, dan gaat er een dierenarts bij komen. Maar op dit moment lijkt het, ja, dat ze of vastgelegen heeft. Ik krijg een hele dikke kiel zo met die jas. Alsof ze of vastgelegen heeft of een verdraaiing gemaakt heeft in de molen of iets. Dus dan zou stappen voldoende moeten zijn, zo niet. Dan gaan we maandag naar de dierarts. Ik heb net gekookt en we hebben net samen gestapt. Dat heb je gezien dat ik mama gefilmd als het goed is.